Welkom bij deze Microsoft Teams tip. Mijn naam is Ralf Hillebrand en in deze tip ga ik je laten zien hoe je een kanaal zo in kan stellen dat er alleen maar mededelingen gedaan kunnen worden en dat er niet door anderen gereageerd kan worden of berichten gepost kan worden. Ik heb al een kanaal mededelingen aangemaakt, maar je zou het ook een nieuwskrant kunnen noemen of lichtkrant of hoe je ook wil. En ik sta op dat kanaal en dat kan op meerdere manieren, maar dit keer ga ik hierboven naar de drie puntjes en ik kies voor kanaal beheren. Op dat moment zie je dat je kanaaltoezicht in kan stellen. Je hebt daar meerdere mogelijkheden, maar ik zet nu het kanaaltoezicht even aan. En de enige die nu kunnen gaan posten zijn de team-eigenaren. En hier kan ik er dus voor kiezen, als ik alles uitzet, dan is het dus echt alleen maar een mededelingenbord geworden, waarop er alleen nog maar gereageerd kan worden met emoties. Dus mensen kunnen nog wel een duimpje geven of een hartje of een lachende smiley. Dat kan nog wel. Maar verder kunnen ze niet in discussie gaan over de mededelingen.